Wildlife crime, de stroperij van beschermde dieren, dat is wereldwijd een groot probleem. En als er niks aan gedaan wordt, dan zien wij Nederlands binnenkort op vakantie, op safari, geen neushoorns, geen tijgers, geen olifanten meer. Welkom Pauline Verheij en Christian van der Hoeven. Moet ik even goed zeggen, Pauline, jij bent van de Wildlife Justice Commission. Klopt. En Christian, jij bent wildlife crime deskundige van het Wereld Natuur Fonds. Hoe groot is dat probleem, Christian, wereldwijd? Het is heel groot. Het is eigenlijk een probleem dat altijd al bestaan heeft, de stroperij. Maar de laatste 10, 15 jaar is het echt de klauw uitgelopen. En dat weten we meteen, met name doordat de inbeslagnames van illegaal ivoor en neushoorn heel erg groot zijn geworden. En grote partijen illegaal getransporteerd, gesmokkelde waar, dan moet je een georganiseerde criminaliteit achter hebben. En dan weet je dat het veel erger is. Dus het is nu in de top 4 van georganiseerde. Stel, want ik zit eraan te denken. Denk, nou ja, je ziet een enorme olifant, er zitten 2 stukken hiervoor aan. Dus als je praat over enorme hoeveelheden, dan moet dat heel veel olifanten zijn. Ja, 20.000 per jaar. Oh. Ja. Per jaar die ze doodschieten. Per jaar die ze doodschieten voor hun ivoor alleen. En waar gaat het jagers om bij stropen? Want dit nou ivoor, dat weten we. Waar gaat het nog meer om? Nou, bij olifanten gaat het om ivoor. Bij neushoorns om de neushoorn. Met name voor Vietnam. Het gaat om tijgerbotten, tijgerhuiden. Het gaat om schubdieren, vogels. Je kan niet zo gek verzinnen of je kan het krijgen op, met name in social media. Altijd over mensen die op een of andere manier willen overleven en uit economische redenen zoiets doen? Nee, helaas. Nee, het gebruik van deze producten, met name in Azië, is echt puur alleen voor of culturele waarde. Nee, maar het gebruik daarvan. Ja. Maar die mensen die stropen als daad doen, zijn het. Ja, die doen het om een geld te verdienen en van te leven. En vroeger op de Veluwe maakten we dan zo'n man van stroper politieagent. Ja, dat doen we. Met dieven vang je dieven. Ja, dat klopt. Dat doen jullie ook? Ja, dat hebben we ook gedaan, ja. Pauline, er is een grote hoorzitting geweest, hè, de afgelopen 2 dagen in Den Haag. Waar ging die precies over? Nou, die ging over een zaak die wij onderzocht hebben als de Wildlife Justice Commission in Vietnam. We hebben een jaar lang onderzoek gedaan naar een crimineel netwerk dat gevestigd is in een dorpje net ten zuiden van Hanoi. En die op hele grote schaal illegaal handelde, of handelt nog steeds, in ivoor, neushoornhoorn, tijgerproducten, schubdieren, beren, you name it. En daar heel erg veel geld mee verdienen. En we hebben een gigantische hoeveelheid bewijs verzameld en dat in januari al overhandigd aan de overheid van Vietnam. Met het verzoek om daar actie op te ondernemen. En dat heeft tot nu toe onvoldoende resultaten opgeleverd. En dus hebben wij besloten om dit publiekelijk naar buiten te brengen en het ten overstaan van een panel van internationale experts het bewijs publiekelijk te presenteren en het panel te vragen daar een besluit over te nemen. En dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze gedaan en het is gewoon hartstikke fout wat ze daar doen. Dus. Feitelijk is dat. Nou, we hebben er ook wat beelden van wat daar gebeurt undercover in Vietnam. Hè. We hebben beelden dat je inderdaad ziet hoe daar gehandeld wordt. Het is gruwelijk. Ja. Ik ben in Vietnam geweest en ik vond het zo'n lief en minzaam land, maar dit is op grote schaal dus daar. Ja, en er wordt heel veel geld mee verdiend. En deze beelden hebben wij dus undercover opgenomen in dit dorp in 2015, juli 2015. En we zijn nu meer dan een jaar verder en deze shop waar we binnen waren is nog steeds bezig.